Nou, hebben we het net over lastige onderwerpen gehad. Het zijn natuurlijk ook hele leuke onderwerpen. Ja, het, het, het burgemeesterschap uh, heeft hele leuke elementen en ook inzicht naast mm -hmm. alle vergaderingen die je moet leiden. Ja. Maar er zijn hele leuke dingen gepasseerd. Ik, uh, ik heb ter voorbereiding van dit programma even zo mijn Twitter-account doorgenomen. Ja. Ja, dan schik je een beetje. Naast alle 100-jarige en 65-jarige <laughs> bruiloften, uh, ja. Ja, noem ik maar even de Lampengietersavond. Succesvol geweest onder het publiek. Uh, klassiek aan de grift. Wat denk je van Venendaal, Venendaal, Wat Zeker. denk je van de avondwandel Vierdaagse? Uh, de geboorte van de 65.000 65 inwoner. Uh, de, 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 de dubbeldekker bij het uh, stembureau, het mobiele stembureau. Uh, de Broodjes Geschiedenis, de klassieke concerten uh, één keer per maand uh, in de hal van het gemeentehuis. Het de Regio door. Deal, uh, de Week van de Veiligheid. Ja, te veel om op te noemen. Regio Deal gaan we het zo even eventjes over hebben, want ja. dat is natuurlijk wel een groot succes. Ja. Maar um, uh, wat vond je nou um, zeg maar structureel leuk als burgemeester om te doen? Ik heb met de uh, leden van de vertrouwenscommissie, de fractievoorzitters, uh, voordat ik kwam, dus dan uh, moet je denken aan uh, uh, vorig jaar, uh, zo'n beetje begin september, eind augustus, uh, heb ik gezegd, uh, ik hoop dat als ik uh, eindig in, als burgemeester van Veenendaal, uh, dat ik uh, zichtbaar, hoorbaar en betrokken in de samenleving zal zijn. Zichtbaar, hoorbaar, hoorbaar en, en betrokken. betrokken. Ja. En, en die drie kengetallen zitten volgens mij uh, precies die dingen, dat je zowel extern... Maar ook intern naar de organisatie toe, uh, met je vak uh, permanent bezig bent. Je bent 7x24 uur, denk ik, en handel ik en doe ik alsof ik burgemeester ben, hou ik ook mentaal rekening mee. Want je kunt ook midden in de nacht gebeld worden. Je wordt, door ja. de, je wordt voor de gekste dingen uh, je benaderd, uh, dus dat gaat gewoon uh, hele dagen door. Maar je woont niet in Veenendaal? Ik kom zondagmiddag meestal om een uur of drie uh, aan. En ik ga uh, vrijdag of zaterdag afhankelijk van de hoeveelheid werk, ga ik weer uh, even naar huis toe. En huis is dus uh, in Moerkapelle. En Moerkapelle is een onderdeel van gemeente Zuidplas. Dat is wel een kleine wereld dan, natuurlijk. Ja, uh, je bedoelt dat mijn opvolger de <laughs> van uh, ja. gemeente Zuidplas is. Ja, ik heb hem vorige week donderdag nog de hand geschud. En ik wist niet dat hij had gesolliciteerd naar de gemeente Veendaal. Dus dat kwam uh, gisteravond voor mij ook voor een complete verrassing. En waar bleef je door de week? In Veenendaal. Oké. Okay. Ik heb gewoon uh, uh, kort nadat ik uh, de functie van waarnemer burgemeester kreeg, heb ik een uh, appartement gehuurd in Veenendaal. En daar verblijf ik dan. Ja. En zo af en toe komt mijn vrouw deze kant uit. En, uh, dat is wel zo makkelijk ja. natuurlijk. Oké. Okay. We gaan uh, naar het volgende nummer luisteren. Hier komt uh, Lee Towers met You Never Walk Alone.